10 voor 50. Wat is dit initiatief? Nou, DocuLab 10 voor 50, u heeft het al gezegd, is het vervolg op DocuLab 8 voor 40. Het is een initiatief van de Backlot waarbij Surinaamse makers, regisseurs, in de gelegenheid worden gesteld om een idee in te sturen. Als het idee geselecteerd wordt, gekozen wordt door de selectiecommissie, dan krijg je de mogelijkheid om dat idee helemaal uit te werken en uiteindelijk ook echt te gaan filmen. Ja, dus in feite moeten geïnteresseerden een korte filmpje maken, samenstellen en sturen naar de Backlot. Nee, ze hoeven geen filmpje in te sturen. Ja. Ze mogen gewoon hun idee op een A4'tje uitwerken. Dus echt maximale A4, het idee uitwerken. En dat mogen ze appen naar het nummer dat zojuist in beeld geweest is. 722-5143. En de deadline voor het indienen van documenten, of van ideeën, sorry, is 13 augustus. Ja. Dit jaar, 2022. En als je idee dus geselecteerd wordt, dan kan je verder in het project. Ja. Waarom is de Backlot gekomen met zo'n concept? Nou, het is een concept dat komt oorspronkelijk uit, volgens mij, Afrika, Zuid-Afrika. Ik weet het niet precies, hou me dat ten goede. Maar het ging erom dat we voor elke Bigiari van Suriname willen we een documentaire maken. Het DocuLab-project van 8 voor 40 was toen dus in het kader van 40 jaar onafhankelijkheid. Ja. En nu mikken we op 2025. Dan bestaat Suriname, of dan is Suriname 50 jaar onafhankelijk. En dan willen we in het kader daarvan 10 documentaires maken. Voor 50 jaar onafhankelijkheid. 10 voor 50. Ja. En 8 voor 40 was heel goed. Waarom zegt u dat? Nou, gelukkig ben ik niet de enige die dat zo heeft ervaren. Ja. Het project is, het was de eerste keer dat we zo'n project geïnitieerd hebben in Suriname. Okay. We hebben toen heel veel inzendingen gehad, ik dacht ruim 30. Uit die 30 zijn er dus toen 8 projecten geselecteerd. En van die 8 zijn 6 uiteindelijk ook echt verfilmd. Ja. We hebben de première gehad hier in Suriname, in TBL Cinemas. Dat was al geweldig, was bijzonder. Misschien kan ik ook even kort vertellen. Alle mensen die toen een idee hadden ingestuurd, waren gewoon mensen die nog nooit iets met film gedaan hadden. Jawel. Het waren first-time directors. Dus ze wisten totaal niet wat ze te wachten stond. En ondanks dat zijn de gerealiseerde projecten echt... Het was gewoon boven verwachting wat eruit gekomen is. Ja. Na de premières in Suriname hebben we ook premières gehad in Nederland. Bijna in alle arthouses in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn de documentaires vertoond. En ook daar was het succes heel groot. We hebben prachtige reacties gekregen. En ik kan er gelijk ook bij vertellen dat de documentaires ook geselecteerd zijn voor sommige festivals in Miami, Trinidad en in Guyana. Dus nee, het was echt heel bijzonder. En de kosten die gemaakt moeten worden, zijn helemaal voor de rekening van de Backlot? Ja, het is heel mooi om gelijk erbij te vertellen dat het... Filmfonds in Nederland mee gaat werken met ons in dit project. En daar zijn we ze bijzonder dankbaar voor. Omdat het eigenlijk een totaal Surinaams product is wat afgeleverd wordt. Het Nederlands Filmfonds gaat daarin participeren. Dus daar, dat is gewoon echt, echt heel mooi. En ja, de kosten. Want er komen heel veel kosten komen erbij als je een film gaat maken. Je moet het idee moet eerst inhoudelijk ontwikkeld worden. En na dat inhoudelijke moet je ook echt in de praktijk gaan filmen. Ja. Dus ja, de kosten, daar hoeven de makers zich geen zorgen over te maken. Ze moeten nu ervoor zorgen dat ze een mooi idee insturen. Hopen dat het idee door de selectiecommissie geselecteerd wordt. En dan is het eigenlijk aan de slag. En misschien kan ik daar ook nog even op inhaken. Mensen moeten gemotiveerd zijn, want het kost wel tijd. Ik kan vertellen over het project dat we eerder dus gehad hebben, 48. Daar waren we ruim 7 maanden bezig om alleen maar aan de inhoud van de producten te werken. Wow. Dus dat moeten mensen niet onderschatten. Het gaat wat tijd van je kosten. Maar uiteindelijk, wanneer je documentaire uiteindelijk op het grote doek in een bioscoop vertoond wordt, dan krijg je echt wel alle erkenning. Ja, vanaf welke leeftijdsgroep? Nou, er is niet per se een leeftijd aangekoppeld. Mm-hmm. De voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen, je moet een Surinaamse afkomst hebben. En het project, het thema wat je behandelt, moet Surinaams zijn. Dus al woon je in Nederland, Spanje, want je zegt aan Surinaams afkomst. Ja, nee, klopt. Al woon je in het buitenland, maar je bent oorspronkelijk van Suriname. Je hebt roots hier.
Dan kan je je idee insturen en als het geselecteerd wordt, mag je aan de slag. Ja, aan welke charen kunnen we denken? Ja, nou, er is ook geen voorwaarde daaraan gekoppeld. Okay. De mensen zijn geheel vrij in het opsturen van een idee. Ja, dus nee, geen voorwaarden. Dus je het mag kan elke. Een roman zijn, het kan cultuur zijn. Het kan anything zijn. Ja. Wat betekent dit voor Suriname? Want het is de tweede keer. De eerste keer hebben we Suriname geplaatst op de wereldkaart. Want de producten zijn vertoond daarbuiten. Maar wat waren de reacties van de mensen? Ja, nou kijk, het aanbod dat we toen gehad hebben, of nou ja, de projecten die toen uitgewerkt zijn, die waren heel breed. Mm. Het ging over muziek. Ja. Het ging over, even kijken, de cultuur. Ja. Het ging over, even kijken, wat hebben we gehad? Het ging over de Maron-cultuur is belicht, de inheemse cultuur is belicht, de Kaseko-muziek is belicht. Dus het was heel breed. En ja, de reacties waren vooral dat mensen Suriname hebben leren kennen. Ja. In al haar facetten. En ik denk dat dat ook de kracht is. Je vraagt wat betekent dit voor Suriname. Ja. Het is voor Suriname een visitekaartje om je land te presenteren aan de buitenwereld. En het mooie vind ik zelf dat Surinamers werken aan een product over Suriname, wat dus gepresenteerd wordt aan, het buitenland. Ja, tot slot, hoeveel films gaan geselecteerd worden? We gaan 10 projecten selecteren. DocuLab 10 voor 50. 10 okay. Documentaires in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid oh. van Suriname. Oh, oké, okay. Dat zit achter die naamgeving. Precies. Heeft u alles gezegd, mevrouw Box? Ja, ik denk dat ik alles gezegd heb. Ik denk dat ik misschien nog kan benadrukken dat mensen zich dus helemaal niet nu in deze fase zorgen hoeven te maken over, oh mijn god, ik moet een heel project gaan uitwerken. Ja. Beperk je projectidee tot een A4'tje. Stuur het op. Geef ons aan waarom je het belangrijk vindt dat het product van jou gerealiseerd wordt. En als je er doorheen komt, dan ga je een fantastische tijd tegemoet. Ja, geweldig. Kun je dat nummer nog eens doorgeven waar ja. men dat kan opsturen? Mensen kunnen hun projecten, hun ideeën, kunnen ze appen naar het WhatsApp-nummer 722-5143. En daarna neem ik persoonlijk contact op om verdere informatie te geven.